Jim Buckham, bekend geworden door zijn deelname aan Idols, heeft een glansrijke carrière gehad die echter overschaduwd werd door innerlijke strijd. Hoewel hij op 15-jarige leeftijd al de harten van velen veroverde, onthult Jim nu in een openhartig gesprek met Linda. De minder glanzende kant van zijn bekendheid. Zijn gevoel van succes en bekendheid bleek lange tijd een dubbelzijdig zwaar te zijn. Jim deelt, mijn gevoel was lange tijd verdoofd en ik dacht dat het succes zou afnemen naarmate ik ouder werd. In tegenstelling tot de typische tieneronzekerheden, kwamen Jim's twijfels pas later, na zijn dertigste, naar voren. Het draaide vaak om zijn uiterlijk, waarbij kritieken als Jim kan niet zingen, hij is alleen maar bekend vanwege zijn looks hem niet onberoerd lieten. De voortdurende kritiek leidde tot een stevige dosis onzekerheid. Jim, die geen formele opleiding genoot, voelde zich vaak met een achterstand beginnen. Ik heb geen enkele opleiding gehad en voel me daardoor altijd met 1-0 e achter. Maar het gaat niet alleen om zijn zangtalent. Hij deelt zijn ervaring met filmprojecten waarin het script hem stereotyp neerzette. Jim komt op en trekt zijn shirt uit. Een veronderstelling die hem irriteert. De constante druk om er goed uit te zien weegt zwaar op hem. Jim onthult een innerlijk stemmetje dat hem aanspoort altijd zijn best te doen, uit angst om teleur te stellen. Er zit een stemmetje in mijn hoofd dat me vertelt altijd mijn best te doen om er goed uit te zien, omdat ik bang ben dat mensen me anders vinden tegenvallen. Hij toont zijn kwetsbaarheid en benadrukt het verlangen naar een samenleving waarin uiterlijk minder belangrijk wordt, niet alleen voor mannen maar ook voor vrouwen. Jim Bakum onthult daarmee niet alleen zijn innerlijke strijd, maar raakt tevens aan bredere kwesties van zelfbeeld en stereotypering in de entertainmentindustrie.